Oh yeah. Ik heb mijn nieuwe telefoon binnen en ik ga hem dus samen met jullie unboxen. Ik ben heel benieuwd. Ik voel me net een klein kind. Want ja. Oké, wat me het eerste opvalt aan een doosje, is dat het doosje vele malen dunner is dan normaal. Ik heb trouwens nog één ding wat ik wil vermelden. Alleen moet ik even kijken waar ik het gelaten heb. Oh, dat ligt hier op tafel. Nou ja, weet je wat? Ik ga hem eerst openmaken en daarna ga ik het uitleggen. Oh my god! Oeh, la 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 la. Dus. Dit zit er nog aan de voorkant. Ik moet zeggen, hij is heel koud, maar hij komt natuurlijk net, hij is net bezorgd. Ik heb gewoon voor zwart gekozen, want dat rode dat zag er niet uit. En al die andere kleuren, daar heb ik niks mee. Oeh, la 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 la. Ik vind het wel heel leuk hoor, jongens. Even serieus. Ga ik hem even kijken of hij op dezelfde manier aangaat. Vast wel. Ja, ik heb hem! Maar, gaan we eens even kijken, wat zit er nog meer in het doosje? Oh, wat is dat nou daar? Wat zit hier? Dingetje, stickertje. Nou, dat heb ik allemaal niet nodig. Die heb ik zometeen wel nodig, want ik moet natuurlijk van deze telefoon eventjes mijn simkaart overzetten. Kijk, dit is hetgeen wat ik jullie wilde vertellen. Hoe vies iPhone is. Apple. Nou koop je een nieuwe telefoon. Een Apple 12 Pro. Volgens mij is dit, ik weet het niet eens, Kena gaan ergen. Maar die slimmerds, die hebben de stekkertjes weer verwisseld. Wat hebben ze dit keer gedaan? Zoals je ziet, heb je alleen het snoertje. Ze hebben het zo vies gedaan, kijk. Ze hebben het zo vies gedaan, dat je als je deze telefoon wil kopen, je nog even los deze erbij moet kopen. Want anders kan je je telefoon dus niet opladen. Kost toen nog even 25 euro extra. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben al lang blij dat ik een telefoon heb. Hallo! Nou, hallo. Wat ik wel vind, is dat ik hem wel wat zwaarder volgens mij vind dan degene die ik nu heb. Ik heb nu een iPhone 10 XR, waar ik ook mee aan het filmen ben. Ik weet het niet, maar ik ben geen Chinees. Dus ja, Nederlands. Gaan we eventjes kijken. Nederlands natuurlijk. Taal instellen. En als het goed is, kan ik dan zo meteen de telefoons op elkaar leggen. En dan kan ik alles overzetten. Maar er zitten dus ook gewoon geen oortjes bij. Dat is eigenlijk wel even een beetje een nice take, vind ik. Even eerlijk of niet, jongens? Vind je niet? Maar goed. Deze moet je dus los bij kopen. Ga ik trouwens ook maar gelijk even open. Even inbuksen met jullie. Kijk hoe die eruit ziet. Want die zal er ook weer net iets anders uitzien dan die andere die we hebben. Ja. Kijk. Die heeft een ander gaatje. Die heeft een ander gaatje. Dus die kan die oude opladers, waar we er dus een stuk of vijf van hebben, die kan je dus niet meer gebruiken. Nee, gaat die niet laden, want die andere is een USB-stick. En dit is een, ja, wat is dit? Ik weet niet hoe je zo'n poort noemt. Oh, dit is een USB-C-poort, jongens. Dat je het even weet, USB-C. Ja, heb je ook nog A thuis? Ik heb A thuis. Gaat hier nergens over wat ik aan het oude boeren ben. Maar ja, dat is dus het vieze van Apple. Dus dat er niet bij zit en je dus ook geen oortjes erbij hebt. Nou denk ik dat ik mijn oortjes, als ik zo kijk, van de andere wel kan gebruiken. Maar ik weet het niet, hè. Ik ga eens even kijken. Hola. Ja, hola. Configureren. Houd je huidige iPhone op in de telefoon om in te loggen en te doen. Als je de andere iPhone nog geen oortjes doet, bla bla bla. Dus. Ik moet ze op elkaar gaan leggen. Dus lieve schatjes, ik ga. Ja, het was een korte video. Maar goed, ik wilde hem in ieder geval even met jullie gaan unboxen. Wacht, ik ga eerst hier even op drukken. Ik moet natuurlijk wel eventjes
alvast wifi hebben. Wat was dat ook weer? Volgens mij was dit het. I do it! Dit kan enkele minuten duren om je iPhone te activeren. Apple verzamelt hard een release voor je iPhone om deze te identificeren, om ze te activeren op deze voorzieningen. Nou jongens, zoals je ziet, ik moet nog even wachten. Wat ik wel heel vet vind is de achterkant. Ik weet niet, het heeft al iets doors, vind ik. Dus, oh wacht, hij is alweer klaar. Ga door, Face ID herkennen. Doe dan. Ga door. Kom ongeveer later. Ga door. Oh, ik moet Anna gaan belachen. Goh jongens, aan de slag. Gadver, ik zit iets plakkerigs hier. Oh god, er ligt wat van alles op tafel. Wat ik waarschijnlijk nog niet weggaat aan siroop. Top jongens. Oké, ik moet mijn face configureren. Wat, hoe zeg ik dat ook weer? Zo. Plaats je gezicht in het kader en beweeg je hoofd vervolgens in een cirkel om alle hoeken van je gezicht te laten zien. Nou jongens, daar gaan we. Met je bek ga je heen en weer. Heen en weer. Gooi die gok er ook maar op. Ja, oké, okay, hij is klaar. De eerste scan van de Face ID is voltooid. Dus gaan we naar de tweede. Beweeg je hoofd langzaam om de cirkel compleet te maken. Zit je dan weer een goede gedrag? Ja, helemaal. Ja, heb je mijn bakkes? Tweede scan is voltooid, dus. Je ID is nu ge... Oh yeah. Maak een code aan. Nou, die heb ik niet gezien, hè? Nee. Niet gezien, hè? Nee. Oké, okay, die is ook ingesteld als het goed is. Zet iCloud reservekopie terug. Nee. Zet rechters, zet gegevens over. Zet apps en gegevens. Oh god, nou kom ik, moet ik dat nou weer doen? Ik zet gegevens over van Android. Als je een telefoon of tablet hebt, kun je volgens download de stap over. Ga door. Voer deze code in op je Android-apparaat. What the fuck? Ja. Yeah. Nou, jongens, ik kom er dus nu even niet meer uit. Au, nu even niet meer uit. Ik deed iets verkeerds in mijn nek ook. Maar ik moet dus iets gaan doen. Ik weet niet wat. Maar ik ga even deze telefoon waar ik nu dus aan het filmen mee ben. Die moet ik even pakken. En dan ga ik die hierop leggen en kijken wat hij dan uiteindelijk gaat doen. Dus ja, nou ja. Zoals je ziet... dit is dan de iPhone 12. Ik vind eigenlijk niet echt veel speciaal aan. Maar goed, ik heb sowieso niet echt iets met telefoons. Wat wel makkelijk is, is dat je hem wel gewoon zo neer kan zetten. Maar volgens mij kon ik dat bij die oude ook al. Dus het enigste wat ik wel even ga halen. Wat vind ik wel heel belangrijk. Dat zal je natuurlijk net zien. Dan heb ik geen screensaver erop zitten. En dan laat Charlotte de telefoon uit de klauwen vallen. Dat gebeurt altijd bij mij. Die mazzel heb ik altijd. Dus ik ga nu eerst mijn telefoon configureren hierop, dat alles hier weer op staat. Vervolgens ga ik even naar de winkel, ga ik even een plaatje halen. En ik ga gelijk even een nieuw beschermhoesje halen. Want als die op de grond flikkert, word ik niet zo blij, hè? Nee. Dus, hello. I see you in the next time. En ik hoop dat jullie deze video, al was die kort en krachtig, ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. Dus ik ben benieuwd. Wie van jullie heeft hem ook? En trouwens, ik moet eigenlijk even weten wat ik nou heb. Wat heb ik nou eigenlijk? Hoe kan ik dat zien? Ik kan dat niet zien. Ik weet nou niet of ik dus de... Er staat hier iPhone 12 Black. Maar er staat niet Pro. Ik niet weet. Weet je wat? Ga ik straks wel even in mijn instellingen kijken van die telefoon wat ik nou uiteindelijk heb. Dus jongens, bij deze, don't forget te abonneren op ons kanaal en doe gelijk even het belletje, gezellig, leuk. Dan blijf je automatisch op de hoogte als er weer een nieuwe video komt. Dus, ik ga even lekker spelen met mijn nieuwe speeltje en ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. Love you!